kwijt. Goedendag, beste mensen. Ja, we hebben een primeur. Hallo Hans. Ah, wij hebben onze eigen visbakwagen. Ja, verse vis, gebakken vis, broodjes, salades. We komen naar jullie toe. En morgen, voor de allereerste keer, staan we dan bij Dovo. De thuiswedstrijd. De hele dag lekkere gebakken visjes, lekkere schoteltjes, saladetjes, een broodje. Kom gerust even langs. En vanaf 17 mei staan we ook op de markt in Overberg Centrum. En wij zijn nu bezig met wat uitbreidingslocaties op andere dagen. Maar zodra we daar meer over weten, komen we bij jullie terug. Nou Hans, dat zijn hele mooie vooruitzichten. En het is een schitterende wagen. Hartstikke gefeliciteerd. Dank jullie wel. Ja, oké. En tot volgende week. Tot volgende week. En we noteren de derde minuut. Het is de zesde Veekhoeven die op 0-1 komt door een doelpunt te maken met nummer 11, Adnan Taraï. We noteren
de zesde minuut. Het is de nummer 5 van ZVC Vietnam. Morat Barbu, hij brengt de spanning terug. Het wordt 1-2. En in de 12e minuut is het Groeven die op 1-3 komt. Doelpunt van de nummer 15, Shakir Amazian. De 24e
28e minuut. Het is ZVV Kroeven die op 4-2 komt door doelpunt te maken met de nummer 11, Vatnam Taray.